Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van XCOM Enemy Unknown. We gaan gewoon heel naar voren rennen. Dat is heel gezellig en dat is heel goed voor ons. Niet echt eigenlijk, voor onze gezondheid is dat best wel slecht. Maar we doen het alsnog. We hebben in de vorige part hier twee mutant elites gekillt. Daar is de UFO gecrashed en al. Door de Fusion Lens, dat is de meest krachtige dinges die we hadden. Dat kun je ook al zien met die UFO's een beetje heel hard naar de tering eigenlijk. Ik denk niet dat we er nog heel veel shit van kunnen scavengen qua parts, maar... We zullen zien, boeit het niet zoveel. We hebben geld genoeg en we hebben alles al een beetje geüpgraded, dus... Zoals ik zei, op zich maakt het niet zoveel uit. Is het niet echt de moeite. Maar ja, waar we puur voor bezig zijn is eigenlijk Charlie de nieuwe unicorn levelen. Dus gaan wij dat doen. Op hoop van zeetje. Er zijn 6 lui in dit ding op mijn hoofd in deze UFO. We hebben er al 2 vermoord, dus er zijn nog 4 te gaan. Ja, ja, ik kan hoofd rekenen. Wat dacht je daarvan? Ooit geleerd op school. Heel lang geleden. Dat 2 plus 2 is 4. Ja, dat wist je niet, hè? Nee, dat dacht ik al. Daar gaat, ik zie al half. Overwatch. En waar zijn de aliens? Aliens, mooi. Ik weet nog steeds niet wat het groene icoontje is. Volgens mij iets van een promotion als je zo doorgaat. Nee. Ah, dus elevated misschien. Dat je lager of hoger staat dan. Nu staan we op gelijke hoogte. Ik heb geen idee. Game flipt hem af en toe best wel hard. Ik zal een holy crap, dat is een klein UFO'tje, joh. Fucking hell, dat is echt een klein ding. Er zit sowieso weer een Ethereal in, denk ik. Dus dat zijn er sowieso al 3. Nee, valt me wel trouwens, daar staat hij al. Daar is onze groot vriend Ethereal. Dan gaan wij hier een beetje overwatchen. Dan gaat Shiffy hier ook. Waar sta ik? Daar. Shiffy gaat ook overwatchen. En we zeggen gewoon: bring it, bitch! Tegen die Ethereal. En hopelijk gaat hij dat ook doen. En dan hebben wij geluk. Anders kunnen we altijd, als zij nog niks doen. Oh crap. Oh kijk. Major Nikolai takes a shot. Major Nikolai die... weet ik niet. Wat doet Major Nikolai? Die heeft ook gemist. Ik weet niet wat zij gaan doen. Heavy floaters. Shift takes a reaction shot. Yves de Munk takes a reaction shot. Holy crap. Shift heeft bijna die ene fucking mutant elite gekillt. Fucking badass ding. Dan komt er nog een met een reaction shot. En die schiet de fucking muur eruit. Waardoor de Ethereal, die de hele tijd fucking nare kutgeluiden zit te maken. Zo, dat moest er even uit. Weet dat wij daar zijn. En die gaat nu heel snel wegrennen. Dat is mooi voor hem. Ik ga voor de beste target die er maar is. En dat is die. Dus Staff Mutant Elite. Dit is geen video. Dus dat is... Aww. We hebben double tap, double tap, double tap, game, double tap. Yay! Nee! Ik wou niet... Oh, fucking... Ik wou die mutant elite killen, fucking hell. Onthoud... Die game... Kunnen ze niet gewoon onthouden van ik heb op die dude geschoten? Dus waarschijnlijk als ik double tap heb, wil ik weer op die dude schieten. Dat is toch veel fucking logischer. Maar ja... Niks is logisch in deze game. Nou, 1 fucking HP. Chef, kom op. Charlie, please hit him. Wacht, weet je wat? Mindfray, sowieso. Met de Mindfray, daar gaat hij. Oh, bam, diem, dingers. Dat was die, jongen. Dan hebben we hier Overwatch, Overwatch. En Overwatch, gewoon alles op Overwatch. Laat de Mutant Elite en de Ethereal maar komen. Ik zie jou. Die schiet en die Ethereal reflect attack, zo te zien. Dus dat is minder mooi. Wat gebeurt er met Xio Half? Oh oh. Oh fuck, wat nou weer?
Hey, ik zie je half nog niet dood, game. Zeker niet. Wat moeten zij met fucking zie je half? Use a medkit to stabilize. Ik heb geen medkit. Fuck jou, mutiny niet. Oké, fuck jullie, jongen. Nou heb ik het gehad ook. Imperial, zeg maar dag tegen je moeder. Daar komt hij dan. In 3, en in 2, en in 3, 2. Oeh, ja, dat groene ding. Blam! Staff mutiny niet. Staff vuile Ethereal. Want ik heb geen medkit namelijk. Oh my god, 1 HP. Hey, wat? Ik heb double tap! Game, fuck you, ik heb double tap. Jij met je vuile, vieze, gore, nice reken. Oké. Shiffy die gaat hem mond-op-mond beademing geven. Please, Shiffy, hit hem. Oh, vol in je bakkers, vuile Ethereal. Yay! Ik zie half is de matig aan toe. Heel matig. Waarschijnlijk moeten we 700 dagen wachten totdat ik zie half weer beter is. Oh, fucking hell. Het is toch wat, of niet dan? Het is, oh, 6 dagen. Oh. Daar valt eigenlijk nog om mee. Oké, 6 dagen scannen. Hey, 6 dagen. Carry on. Crew size, 13. Large scout. Mutant, drone, cyberdisk, heavy floater, mutant, elite, and ethereal. Sand Sky Ranger. Oh, die is geland. Oh god, dat is nog erger. Charlie de unicorn, de oude Charlie de unicorn is er weer. Oh, aapje. Ik vind aapje eigenlijk best wel een mooie naam voor hem. Aapje. Maar eigenlijk moeten wij een support dude hebben, dus fuck aapje. We pakken Ho Yang Saturn wel. Ho Yang Saturn die moet nog wat level ook. Dan kan die extra dingen meenemen. Of dan hield hij meer of weet ik veel wat. Extra medkit kan hij er meenemen. Of 2 dingen, wat het ook was. Dat is wel belangrijk voor de jongen. Even kijken. Loadout, Titan Armor, Plasma Rifle. En medkit is goed zo. Customize. En dan die versie. En klaar. Hij heeft nou dus Xeer Half armor aan. Die krijgt Xeer Half vanzelf weer terug. Dat komt wel helemaal goed. En dan gaan we dan een heavy missie doen bij de UFO landing site in Mother Russia. Hopelijk kunnen we dan Charlie de Unicorn goed levelen. En komt het helemaal goed. Hij is niet geleveld van zo net. Die 6 aliens. Maar 13 aliens doet dat misschien wel. Hopelijk. Zou fijn zijn. Dat de jongen wat levelt. We moeten hem voornamelijk ook de kills laten maken trouwens. Dus dat moeten we iets anders gaan spelen. We slaan in ieder geval even op. Aha, I know. Ik ga achter een boom staan. Yay, boom. En ik gooi gewoon een pokeball zo ver mogelijk naar voren. Waarschijnlijk zit het lui aan de zijkanten. Denk ik toch. Game. The fuck game. Kijk dan, mijn scanner is gewoon plop weg. Die game, echt. Ik krijg er echt scheid van. Oh, nou is die scanner er opeens weer. Oh, nou ik dichterbij kom. What the fuck. Game. Wat voor kure pakket heb jij? Gaan de shiffies een beetje aan de buitenkant zetten. Als protection van buitenaf. Voor alle boze, onaardige mensjes. Aliens die van de zijkant komen. En voor de rest gaan we gewoon ons best doen. Om Charlie zoveel mogelijk psy powers te geven. Het is alleen hopen dat de aliens in de buurt zijn en eraan komen gewandeld. Maar dat zullen wij nog niet weten. Even kijken, Yves die gaat naast mij staan. En Overwatcher, Shiffy die gaat hier gewoon naast staan.
Lekker gezellig. En deze shift gaat die kant staan. De shifties met plasma cannon zijn wel fucking badass. Die zijn echt nice. Echt mooi. Lekker krachtig. Hoog critical soms. Perfecto. En Saturn blijft een beetje op de achtergrond. Puur voor het geval dat hij moet healen en dingen zijn. Ik hoor het pokkengeluid al. Van iets. Dus ben ik niet zo blij mee. Ik weet niet wat die camera weer heeft. Te flippen. Ik weet niet of dit goed gaat. Waarschijnlijk niet. Ook nog. Het gaat nog goed ook. Het is een wonder boven een wonder dat het goed ging. Oh, damn. Een cyberdisk. Nee, maakt dat een vaag geluid. Echt een vaag geluid. Oké, shiftje naar voren. Wow, wat shift je opeens een burst, een power. Niet dan. Mooi, 10 damage. Erop. Dan hebben we nog een shiftje. Shiftje, please. Zou shiftje dat kunnen hitten of iets kunnen zien überhaupt? That's the question. Ik denk het niet. We gooien hem gewoon naar voren toe en dan zien we vanzelf wel. Alweer, als we nou van die kant ook aliens hebben, dan zijn we screwed. Ik had ook flight aan kunnen klikken. Ook handig geweest. Kan die rocket daar... Nee, die komt daar die half. Net niet helemaal zoals ik wil. Gaan we achter een boompje zitten. Yay! Hij ziet hem. Please hit hem. Kill hem. Doe iets nuttigs, dank u. Goed bezig. Dat was de cyberdisk. Dan gaat Saturntje mee. Gaat overwatchen. En dat was het. Laat de drones maar komen. Niet dat we er iets aan hebben, want we hebben geen overwatch aan. Maar ja, voor het idee. Dat was Katsmis. Drone, heel goed bezig. Komt er nog een drone aan. Die gaat waarschijnlijk... Ja, gaat iets meer naar voren en die hit wel. Nee, die raakt ook niet. Goed bezig. Ik moet eigenlijk deze jongen zoveel mogelijk laten killen. Echt gewoon alles. En robots werkt trouwens niet, vandaar dat Mindframe niet aan staat. Als je het afvroeg van, hey, waarom werkt Mindframe niet? Daarom werkt Mindframe niet. Omdat er robots zijn, die hebben geen mind. Die hebben alleen een computergestuurd programma ding. Een chip. En dus geen echte hersenen, dus werkt Mindframe niet. Yay, Corporal Yang. Saturntje, die heeft een promotion geearned. Dat is mooi. Andere geluid kwam hier vanaf de zijkant. Oh ja, daar kunnen we helemaal niet heen. Hoe lomp is die zijkant hier dan? Oh fuck, die is wel lomp. Kut. Oké, nou we gaan gewoon recht naar voren, recht door zee. Daar is de UFO. Ik weet niet of dat slim is dat ik dit überhaupt doe. Ze gaan naar voren. Blijkbaar wel. Ga even opslaan. Voor het geval dat. Dat is wel een big ass UFO trouwens. Is wel lomp. Is niet klein. Is wel lomp. Oh hell. Melee alien. Hallo melee alien. Wat maak jij het vandaag? Hoeveel lui heb ik nog om te switchen? Alleen die twee shiftjes. Kut, dat dacht ik al. Shiftje. Jij gaat heel hard schieten op die dude. Mooi. Intimidate, dat is prima. Dan loop jij naar Shiftje toe. Shiftje wordt niet bang. Shiftje die maalt daar niet om. En Shiftje gaat dan deze dude in zijn rug. Killen. Yay, dat was Melee Alien. Mooi. Daar zijn we vanaf. Melee Alien hebben we geen last meer van. Alleen die twee nog, die mutants. Zijn gewone mutants trouwens. Zijn geen elites. Dus hoef ons niet echt zorgen te maken. Dat is Yves die daar... Kogels ontwijkt blijkbaar. Dan komt daar nog eentje aan die we alleen horen en nou ook zien. En die gaat schieten op Shiffy. Die gaat missen, denk ik. Nee, ze raakt. Behoorlijk hard zelfs. Doet hij goed. Doe jij hoe? Heel hoe? Dat is die achterste deur.
En dat was die achterste dude. Die sniper is gewoon fucking badass. Echt gewoon belachelijk badass. Double tap, maar dat kan weer niet. Waarschijnlijk omdat we die dude hebben gekillt nu. Dat hij zegt van nee, dat kan niet overnieuw. Dat zou best wel goed kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk wil ik die dude killen, Mindfrayer, whatever. Dus als ik hem nou... Even kijken. Dat escape. Shiftje kun jij... Hoeveel damage doe jij? 11. Dat is iets te veel. Jij, met je plasma rifle. Dat heeft weinig kans. Als jij hiernaast staat. Wat ik nu wil namelijk... Voor als je het je afvroeg van wat de fuck ben je allemaal aan het doen. Does up to 3 damage. Rapid fire, laser pistol. Run and gun. Dat kan. Dan ga ik hiernaast staan. Dan heb ik een hogere hit percentage dinges. Hopelijk. Yep. En nog één. Goed zo. Perfect each. Dat is goed. Dat is exact de bedoeling. Maar wat ik nu wil doen is Mindfray. Mindfray doet 5 damage. Dus killt hij hem met een psionic power. Wat dacht je daarvan? Dat was toch heel slim bedacht. Want hij moet die shit levelen. Of ik moet die dude gewoon weer in die Psylab stoppen trouwens. Dat kan ook. Dat komen we pas achter als we weer terug in de base zijn. Dan kan ik dat proberen. Dat zou ook kunnen dat hij dan levelt. En dat we gewoon 30 dagen moeten wachten. Dan zijn we ook klaar. En dat we nu gewoon voor niks bezig zijn. Eigenlijk een beetje met een dude levelen die het niet doet. Kan heel goed. Ik heb geen idee. Dus ik zei, daar komen we naar achter als we bij de base zijn. Nou ja, op zich die UFO valt ook wel mee trouwens qua lompheid. Hoeveel hebben we er nou gekillt? Dat zijn de 3. Net 3, dus 6. En er zaten er 13 in ofzo. Dus we hebben nog aardig wat te gaan. Is dat wat leuk? Ik klim hier wel gewoon naar boven. Zie je toch geen hol te beleven waarschijnlijk. Ik denk dat de meesten allemaal naar links zitten. En een paar in de UFO. Denk ik, maar ik kan een katsmis hebben natuurlijk. Maar dat is mijn idee in ieder geval. Lightning 1 is gehurt, niet Lightning 2. Lightning 2 is onze grote favoriet. Maar die is niet gehurt, Lightning 2. Ik had ook Flight kunnen doen, ik weet het. Maar ik vergeet dat eigenlijk wel redelijk vaak. Flight. Dus ja, reken mij daar niet op af. Dank u. Dank u. En ja, dat turntje daar achter de boom zitten. En overwatchen. Bring it! Aliens. Aha, aliens. Ze zitten daar binnen. Aliens. La 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 la. Pak gewoon een shiftje, ga naar binnen rachen en zeg hallo. Maar hier is niet wat, want dat is meestal zo. Oh my god, het zijn echt die ja, ze willen weer die Ethereal light. Vuile game, jongen. Zij willen echt dat we die Ethereals, of die Ethereal dude weer gaan nakken. Terwijl die dude ons gaat nakken waarschijnlijk. Dus daar heb ik weinig zin in. Dus we moeten het een beetje anders aanpakken. En ja, zoals ik zei, we moeten goed opletten. Anders gaan we dood. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Even kijken, we hebben nog steeds andere aliens ook in de buurt. Dus we moeten niet al te veel naar de Ethereal toe gaan rennen. Die kunnen we ook wel later mee dealen. Dat is het probleem ook niet. Maar die zit hier binnen in ieder geval. Overwatch. Ja. Yeah. Kunnen ze allemaal via één kant sturen? Kan. Ik ben bang dat als ik via deze kant ga, dat we hier weer nieuwe lui zien, dat we die eerst moeten bevechten en bla bla bla, dus ik ga gewoon hier door de deur heen, we zien wel wat er staat. Helemaal niks. Dat was wel te verwachten. Ja, yeah, I know dat het daar zit, game. Rustig maar. Dan hebben we nog een shiftje, het shiftje gaat helemaal hier naar die deur toe. Die is enthousiast, hè, Lightning 2. Altijd zo'n enthousiaste jongen is dat.
doet altijd zijn best om vooraan te staan. Alle klappen op te vangen. Behalve als ik load game doe, dan heeft hij er geen zin meer in. Alien, ik even die links van ons. Zie? Zeg ik. Dat zijn floaters. Knew it. Ik zei toch dat we werden genakt in onze rug. Please kill him. Miss, miss en miss. Ik moet nog schieten en ik raak wel. Mooi. Ik ben de enige die kan schieten en raken en goed bezig zijn. Normaal gesproken zouden ze niks mogen doen. We hebben nu een introductievideo en dan kunnen wij ze nakken. Normaliter. En die jongen gaat dood. Dat is één heavy floater minder. Yay, Pill Horse. Ik weet niet waarom, maar ik heb een achievement unlocked. Yeah. Als ik hiermee ga rennen, ben ik sowieso screwed. Waarschijnlijk. Dus ik kan net zo hier in het hoekje gaan zitten met Yves. Dat boeit allemaal niks. Oh kut, hij zit Overwatch met een laserpistool. Oeps. Nou was ik een klein beetje vergeten dat die jongen een laserpistool had. Maar die floater gaat eraan met een beetje geluk. Die gaat niet eraan met niet zoveel geluk. Ik ga echt niet hunten op die dude. Ik blijf niet bezig. Het enige wat ik nog zou kunnen doen is met deze dude voorrennen. Dat die hem met 52% killt. Nou, hij hit hem in ieder geval, zoiets. Please vlieg via links. Of doe iets. Hij gaat verder wegrennen. En wat fuck? Hij vliegt gewoon heel hard weg. Oké. Okay. Gezellig. Ik ga gewoon hier staan. Fuck it. Boeit niet zo heel veel. Die lui zit hier achter. Dat zijn gewoon overwatches. Niks aan de hand. Ik ga even reloaden. Eerst gaat er even. Oh. Laser pistol. Nee. Gewoon overwatch. Dank u. Shiffy die gaat. Ook hier staan. Die moet eigenlijk ook nog reloaden. Maar dat komt zo meteen wel. Overwatch. Overwatch. En XL-half gaat hier ook nog staan. Het is hier een hele dikke, drukke boel. Alleen Yves schiet via de zijkant. En dan komt die heavy float weer terug. Maar die kan Yves namelijk killen. Oké, okay, die heavy float komt niet terug. Maar ook. Overwatch. Overwatch. Reload. Laten we alles maar even reloaden voor zover dat moet. Dat is wel verstandiger. Alles even helemaal vol met ammo. Wauw, hier soort geluid van een heavy floater. En dat wisten we al lang. Er was nog een geluid van hier binnen. Dat is dat fucked up ethereal duurtje. Hij zoomt weer in op niks. En we gaan verder hier. In die base met allerlei dingen. In de volgende part. Of met de UFO is het eigenlijk geen base. En dan gaan we die video killen en al die andere lui. Hopen we dat die dude gepromoot is. Is dat niet het geval, dan gaan we kijken in de base zelf. Bij de Psionic Labs dinges. Kijken of we hem daar weer in kunnen stoppen dat hij nieuwe dingen leert. En ja, dat zien we allemaal in het volgende part. Dus ik zie je dan weer. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.